Op het Technovium vond zaterdag de nationale voorronde plaats van de Skills Heroes meubelmaken. 28 jonge meubelmakers uit het hele land streden om 8 plekken voor de landelijke finale in maart in Amsterdam. Nou, het belangrijkste bij ambachtelijk vak is dat ze een combinatie weten te maken van de kennis die ze hebben uit de theorie, om die te koppelen aan de praktijk. Het is een hele praktische opleiding, hè? Dus 50% is praktijk en 50% theorie. Maar wat ze moeten leren is alle dingen die ze in delen hebben geleerd, om dat allemaal samen te brengen tot de juiste aanpak, zeg maar. Wat voor meubelmakers, interieurbouwers eigenlijk het belangrijkste is dat ze inderdaad een bepaalde rust houden. Wat ik al zei, en geduld is ook inderdaad zeker een factor. Je moet en de voorbereiding kunnen overzien, het hele traject. Maar wat ook zeker belangrijk is dat je de rust hebt om het ook netjes en rustig af te werken. Dus de afwerking is bijvoorbeeld ook echt een heel belangrijk dingetje. Sander Scheurwater van het ROC West-Brabant was de grote winnaar van die wedstrijd. Mijn eerste reactie, ik had het niet verwacht. Hij is niet in elkaar gelijmd. Ik heb hem koud in elkaar staan, dus ik had het helemaal niet verwacht. Ik denk de afwerking. Sommige jongens hebben hem in elkaar gelijmd zonder dat alle aftekenlijnen er nog op stonden. Ja, ik heb ervoor gekozen om eerst alles te schuren en ik heb dus geen tijd gehad om te lijmen. Het is wat je kiest, het is wat de jury zegt. Er wordt gelet op netheid, op maatvoering, op vakmanschap. Vooral op veiligheid bij machines. Er waren wat leerlingen uit Nijmegen. Ik weet niet precies hoeveel, want ze kwamen overal vandaan. Maar van eentje weet ik zeker dat hij bij de beste 8 zit, op de nummer 2 zelfs. Dus dat zou best goed zijn. Over het landelijk gemiddelde gezien zou dat best goed zijn.